Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Als je naar de eerste helft kijkt, sowieso wel, denk ik. Omdat je krijgt die penalty tegen. En dat is gewoon zuur dat je die penalty tegenkrijgt. Ik denk dat het niet nodig was. Dat het was niet per se dat wij veel beter waren. Alleen ik denk dat we wel de nodige kansen hadden. En dan is het gewoon kut dat die valt. Maar op zich hebben we het wel goed opgepakt, rustig gebleven. En dan uiteindelijk vind ik dat je tweede helft jezelf tekort doet ook. Gewoon qua spel ook veel gaten en zo. En op een gegeven moment was het al snel meer vechtwedstrijd dan tactisch goed spel. En dat is gewoon zonde. In de eerste helft leven jullie echt wel die controle te hebben over de wedstrijd. En in de tweede helft wordt dat toch iets minder. Heb je dan zelf een verklaring daarvoor? Wat is dan de reden dat verval zo groot is? Verklaring. Als ik dat wist, dan had ik het gelijk gezegd, weet je wel. Maar ja, ik denk omdat we gewoon misschien wel te graag wouden dat er veel gaten kwamen. En vooral, ik denk ook in de tweede ballen, dat we daar niet scherp op waren. Dat zij dan de diepte konden zoeken. En daar hadden zij gewoon veel snelheid en diepte mee. En dan hadden wij wat minder tweede helft, vind ik. Dus dat is gewoon zonde. Had je na die 2-0 nog het gevoel dat jullie terug konden komen in die wedstrijd? Na die 2-0 was het gewoon lange ballen en dan is het meer geluk zoeken. Ja, natuurlijk ga je ervoor. Als je een bal verlengd ziet worden, denk je toch wel van die gaat erin, pak er 2-1, 2-2 achterna. Maar mocht helaas niet zo zijn. Maar ja, geloof hou je altijd, natuurlijk. Jullie zijn nu 7 punten achter op NAC. In de strijd om play-offs wordt het heel lastig. Jullie zullen zelf altijd dat vertrouwen houden. Maar hoe kijk je nu naar die situatie? Want het wordt wel een heel lastig opgave voor de Graafschap om daar nog bij te komen. Ja, het is een lastige situatie waar we in zitten. Nu ook met de trainer natuurlijk die afwezig is. Op zich vind ik dat we onszelf goed herpakt hebben daarna. Maar natuurlijk als je kijkt, het puntenaantal is groot en dat wordt lastig. Maar ik denk als je gewoon een reeks kan inzetten, en ik geloof daar nog in, dat je nog heel veel kan doen. En meestal gaan tegen het eind van het seizoen gekke dingen gebeuren, dus daar hopen we wel op.